Ja, kijkers van het YouTube-kanaal van Dierennood. Het is vandaag 7 mei 2015 en het heeft gisteren heel hard gewaaid. En ja, er zijn een paar kuikens uit de boom gewaaid. Je zou denken ze komen uit één nest, maar dat is niet zo. Dit zijn twee jonge ransuilen. Ze zijn weliswaar alle twee in Harlingen gevonden. Maar de nesten zaten toch wel redelijk wat kilometers uiteen. Ze zitten nu vredig bij elkaar. Het zijn hele leuke dieren om te zien. Ze gaan naar de vogelhelling. Daar worden ze grootgebracht. Totdat ze weer op eigen vleugels kunnen vliegen. Ja, dit zijn echt hele mooie, nuttige vogels. Er is in Friesland een gigantisch muizenprobleem. Nou, en dit soort vogels, die weten er wel raad mee. Ze lusten er wel een paar in de avond. En dat doen ze nu weg. Ja, deze kwam ik ook nog tegen. En nou, dan even het hok een beetje open. Beter zien. Dit is een aalscholver. Ja, ziet er niet zo fris uit. Maar ja, ook naar de vogelhelling. We weten niet precies wat hij markeert. Het zou eventueel botulisme kunnen zijn. Maar het lijkt me wat vroeg in het jaar. Maar je weet het nooit. De specialisten van de vogelhelling weten wel om te gaan met dit soort vogels. Wat hebben we hier dan nog? Nog wat opgehaald. Een zielig. Een kraai. Ja. Door een kat gepakt. Ja, hij ziet er niet erg fijn uit. Maar ja, ik hoop dat ze bij de vogelhelling toch dat ze hem kunnen helpen en dat hij weer eventueel later los kan worden gelaten. Ja, katten, ja, die hebben een hekel aan vogels. Niks aan te doen. Nou, dit was het bericht van Dierennood. Wat betreft de kraaien is het heel jammer. Maar wat betreft de kuikens, ja, dat is leuk. Ze mankeren niks. Ze worden grootgebracht en dan later weer uitgezet. Bedankt voor het kijken.